bij weer een aflevering van de Verrukkelijke Venen. Vandaag koken we met Olga en ze gaat een heerlijk recept aan ons laten zien. Dag Olga, van harte welkom in de keukenstudio. Dankjewel. Wat ga je vandaag voor ons maken? Nou, ik dacht een keer shakshuka te maken. Shakshuka? Ja, dat is niet waar iedereen bekend. Nee. Heel veel mensen kennen het niet, maar het is een vegetarisch gerecht. Je gaat vandaag shakshuka maken. Waar komt shakshuka vandaan? Shakshuka komt eigenlijk uit het Midden-Oosten. De landen daar, daar wordt het heel veel gegeten. Dus het is weer eens wat anders, hè, als gewoon Nederlandse kost. Nou, ik ben reuze benieuwd. Laten we eens gaan kijken naar de ingrediënten. Voor dit gerecht hebben we nodig olijfolie, zoete aardappel, paprika, ui, knoflook, res alhanoutkruiden, peterselie, tomaatblokjes, peper, zout en eieren. Hoe hoog mag die? Ik, middenhoog? Ja, midden. Middenhoog is ja. In dit geval op standje 7. Ja. Okay. Want ik weet niet hoe hoog die gaat hier. We doen de olie in de pan. Ja. En die moet dan natuurlijk een beetje heet worden. Gaan we de olie even laten heet worden. Kijk, ja hoor, hij zundert al mooi. Perfect. Zo. Dan de... Dus dit is stap 1, de eieren gaan in de pan. En wat wordt de volgende stap? De volgende stap is de kruiden erbij. Ik graag een lepeltje, dankjewel. Ja. En dat is ras alhanout kruiden. Ja. En wat zijn dat voor kruiden? Kunnen we die overal kopen? Nee, die kun je inderdaad bij een toko of bij een Turkse slager of dat soort winkels. Daar zijn ze altijd wel te koop. Okay. En wat zit er in die kruiden? Nou, daar zitten een heleboel verschillende dingen in. Dus dit is een mengsel. Ja, het is een mengsel van allerlei verschillende soorten verschillende kruiden. Ja, klopt. Even kijken hoor. Daar gingen, geloof ik, de aardappels erbij. Want die moeten natuurlijk ook nog gaar worden. Dus dit is zoete aardappel? Dit is zoete aardappel. En waarom heeft u gekozen voor zoete aardappel? Dat hoort in dit recept. Dus, nou, dit is een beetje aangefruit. Dan gaan we de paprika erbij doen. Super, en de zoete aardappel is eigenlijk in dit geval misschien zelfs wel een vleesvervanger, of niet? Of kan shakshuka ook gemaakt worden met vlees? Nou, ja, ik heb dat nog nooit geprobeerd. Ik weet het ook niet. En ik weet ook niet of dat lekker is. Okay. Dus het is nu heel erg belangrijk dat we de zoete aardappel goed aanfruiten. Omdat de zoete aardappel gewoon eigenlijk vergeleken kan worden met een normale aardappel qua bereidingstijd. Ja. Dus die moet echt even aanfruiten, begrijp ik van u. Ja. Ja, net als de uien. En daarna moet het natuurlijk allemaal gaar worden. Ja. Dus, en daarom gaan nu ook de tomaten erbij. Ja. En in dit geval heeft u een kant-en-klare tomatenpuree. Ja, tomatenblokjes. Met blokjes. Ja. En dan kunnen we straks altijd nog wat kruiden toevoegen. Zout en peper en dat soort dingen. Dus kan om het op smaak te brengen. Om het op smaak te brengen, ja. En nu doe ik de helft van de peterselie erdoor. De andere helft bewaren totdat het straks klaar is. Bijna klaar is, mag ik het zo zeggen. Want wat gaan we daar dan mee doen? Nou, daarna gaan we dus... Nu moet het eerst gaar worden. En als het helemaal gaar gestoofd is, dan gaan we dus de eieren toevoegen. Naast de shakshuka, die nu heerlijk staat te pruttelen, maken we dan nu ook nog een verse salade erbij. Heerlijk. En dat is inderdaad lekker, want het is gewoon lekker fris bij zo'n gerecht. Dus we hebben gewone sla. En wat is gewone sla? Gewoon, ik heb eigenlijk de botersla. Die vind ik altijd het lekkerst. Die is een beetje zacht, is niet zo hard. Ja. En daar doen we dan wat rauwkost doorheen die ik hier heb staan. En dat is een kant-en-klare rauwkost? Ja, dat is een kant-en-klare rauwkost met wat kleine uitjes erin en zo. Dat is altijd heel lekker. Nou, dan doen we vervolgens de olijfolie doorheen. Oké. Een scheutje.
En u vertelde dat dat een eigen olijfolie is, klopt dat? Ja, klopt. Een beetje azijn, in dit geval is dat een mango-azijn. Dat is toch weer heel even een ander smaakje. En dan doen we een beetje zout. En een beetje peper. Ik vind dit lekkerder als dat je een kant-en-klare slasaus neemt. Die zijn vaak ook zo vet en er zit veel suiker in. Ja. Dus dat is niet heel gezond. Dus en eigenlijk is het heel weinig moeite om even in elkaar te zetten. Nou, inderdaad. Het is gewoon heel makkelijk en het is lekker. Dus dan eventjes goed door elkaar husselen. En dan even laten staan, zodat de smaken er allemaal een beetje intrekken. Ja. Nou, en dan hebben we een heerlijke salade. Doen we deze er nog een beetje bij. We zijn 20 minuten verder. Dat betekent dat het gerecht zo goed als af is. En we gaan even kijken hoe het erbij staat. Om de laatste stappen zo direct te ondernemen. En wat zijn die laatste stappen, Olga? Nou, eigenlijk is het zo goed als klaar. Het enige wat we nog moeten doen, dat is eigenlijk de eitjes erin. En daar maak je gaan we een kuiltje maken met een lepel voor 4 eieren. En die 4 eieren die gaan hierin en die moeten dan even stollen. En dan nog een beetje de peterselie eroverheen. En dan is het klaar. En spullen maar. Dus dat gaan we nu doen. Hier een kuiltje, hier een beetje een soort kuiltje. Hier een beetje verdelen doen we dat. Ja. En dan doen we de eitjes erin. Wat een spannend moment, want we moeten natuurlijk geen schilletjes erin krijgen. Precies. Dat wordt nog lastig. Ja. Kijk, nou perfect. Ja, dat is pas één, hè. Eitje nummer 2. Super. Dan doen we hier de derde. En ondertussen heb je het vuur nu wat lager gezet. Ja, ondertussen wat lager, want anders gaat het veel te hard. En dan gaat het aanbakken en drogen en dat is niet de bedoeling. Zo, dit is nummer 4. Nu... Die van je aanpakken? Ja, alsjeblieft. Nu nog een beetje van de peterselie of koriander. Dat kan je ook gebruiken. Dat is ook lekker. Doen we er overheen. En dan moet de deksel er weer op, want die eitjes die moeten een beetje stollen. Dus, en dat duurt ongeveer een minuut of 8 à 10. Nu is de shakshuka klaar. En kunnen we hem op gaan dienen. Dus we gaan hem eventjes mooi op een bord doen. Ik hoop dat dat lukt. Het is heet hoor. Super. Kijk. Nog een klein beetje van dit erbij. En dan gaan we een beetje salade ernaast. Dat is altijd wel lekker fris om dat zo erbij te eten. Absoluut. En zo ziet het er dus uit als het klaar is. Shakshuka met een hele frisse salade. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja, als vinimpressionist schenk ik natuurlijk thuis ook vaak en graag wijn. En ben gaan denken welke wijn die ik goed ken zou smaken bij een gerecht dat ik nauwelijks ken. Een gerecht dat mediterraan van karakter is. Waarin kruiden zitten, misschien ook wat koriander, wat knoflook, wat paprika, zoete aardappel. Nou, dat is een hele mix van verschillende smaken. Welke wijn zou daarbij goed smaken? Nou, ik ben terechtgekomen bij een van mijn grote favorieten. En dat is Grüner Veltliner uit Oostenrijk. Grüner Veltliner is genoemd naar zijn druif. Dat is ook een typisch Oostenrijkse druif. Die is daar geboren, daar ontwikkeld. En is ook de meest aangeplante druif van Walsenland. En ja, het merk is Green. Ook echt wel sympathiek. En wat deze wijn zo speciaal maakt... bij dat Tunesische gerecht dat Olga heeft bereid...
is dat in zijn smaak iets zit van hartigheid. Net alsof er een vleugje witte peper in de afdronk zit. En daarnaast heeft hij wat mild fruit. Denk even aan de zoete aardappel. En is hij opwekkend fris, sappig en niet te zwaar. Iets van 12% alcohol. Omdat ik die wijn zo goed ken en een groot liefhebber van ben, heb ik hem ook, als het ware, gevisualiseerd door een schilderij te maken van een Oostenrijks wijngebied en de alom aanwezige, soms blauwe, soms blauw-groene, soms een beetje grijze Donau. Het is een foto die ik heb gemaakt bij een wijnstadje, Dürnstein. En je kijkt over het wijngebied Wachau. Dus als ik dit zie, dan krijg ik eigenlijk best trek in een glaasje Grüner Veltliner. Super, het ziet er heerlijk uit. Olga, ontzettend bedankt voor je komst. Hopelijk heb je genoten. Ja. En ik wil de kijkers thuis ook natuurlijk van hartelijk bedanken. En hopelijk tot weer de volgende aflevering bij de Verrukkelijke Venen.